best veel rivieren. Dit is nog best wel een interessant stukje. Hier is ook een klein piratenkampje zoals je kan zien. En weer een schedel. Deze is een beetje weggezakt. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel het Edeldier. En vandaag ben ik weer terug met de spiks.nieuwe Kingdom Fenrin Tour. En in deze tour zijn we op het nieuwe eiland van Fenrin en Eleftheria, waar op dit moment in de storyline de piraten hun thuisbasis hebben gemaakt. En vandaag gaan we een kijkje nemen aan de eerste locatie op die map, die ook het eerste in de storyline is verschenen. En dan gaan we een beetje rondkijken. De rest van de landscaping en van de dingen is nog niet af. Dus dat ga ik allemaal nog niet laten zien. Maar toch alvast een eerste sneak peek. En vind je dat nou tof? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan gaan we lekker beginnen. We staan hier ook op het piratenschip. Een van de piratenschepen. Die ook in de storyline is gebruikt natuurlijk. Hebben we niet zelf gebouwd. Zat bij een van de tree packs die wij gebruiken. Maar is wel heel erg chill. En die ligt hier zo voor de kust. En wat we hier zo zien zijn eigenlijk ruïnes van tempels. En dat betekent dus dat ook hier zo eigenlijk een soortgelijk geloof heeft gezeten. Als wij ook in Fenrin hebben aangetroffen toen we daar aankwamen. Dit is, nou er zit een heel diep verhaal achter dat geloof überhaupt. Er was oorspronkelijk een geloof van de inheemse stammen die hier allemaal leefden in deze gebieden. Wij in Fenrin, of tenminste de eerste Fenrins die aankwamen op het eiland, hebben eigenlijk dat volk deels uitgemoot en deels overgenomen. Dat volkje zou wel blijven leven. En dat heeft zich gemixt met Fenrins. Waardoor het eigenlijk allemaal Fenrins zijn geworden. Allemaal weerwolfjes. En ja, die hebben dus een aangepast geloof van de wolf en de draak. Dat is de visie van de Fenrins erop, zeg maar. Dat hebben ze gedaan vanwege de weerwolf en de draak van Ljord, zeg maar. Dat is hun visie. Zo is dat ontstaan. Hier zo is het iets anders. Je ziet hier wel wolven. En de reden daarachter is dat er bijvoorbeeld een deel van de inheemse bevolking gevlucht is. Hier toen tempels heeft gebouwd en gedacht dat de wolven een teken was van de spirits, dat ze gestraft werden. En vandaar dat ze die dingen hier terug hebben laten komen van we moeten ons beter onze balans vinden, anders komen de wolven om ons te straffen. Dat is een beetje het idee achter deze tempel, daarom zitten hier die wolven. Voor de rest liggen er heel veel ruïnes, er ligt hier ook een schip dat is gecrashed hier zo aan de kust. Ziet er heel erg tof uit, vind ik persoonlijk. En gewoon, ja, een beetje de savannesfeer. Er zitten hier redelijk nog wat boompjes. En gewoon wat leuke ruïnes. Je hebt bijvoorbeeld deze koepels, waar waarschijnlijk gemediteerd werd. En je hebt hier dus heel veel ruïnes, wat waarschijnlijk allemaal, ja, huisjes of zo zijn geweest. Nou, heb je bijvoorbeeld ook tekenen van leven, zoals deze spullen die hier staan. En deze ruimte die eigenlijk als een soort, ja, haast de slaapzaal is ingericht. Dat betekent dus dat de piraten dit ook gewoon gebruiken om te overnachten. Deze ruïne helemaal. Nou, dan hebben we daar bijvoorbeeld nog zo'n koepeltje staan. Maar we hebben hier ook wat waarschijnlijk vroeger de marktplaats was, waar allemaal gehandeld werd. En ja, daar is niet zo heel veel van over. Je ziet dingen zijn omgevallen, dingen zijn afgebrokkeld. Er hangt hier ook nog een kooitje of zo. I don't know waar ze het voor gebruiken. Misschien is dat iets wat de piraten nu gebruiken, dat ze dat als kooi gebruiken. En je ziet zelfs dat er hier een paar pilaren in de rivier zijn gezonken. Dus die rivier die was er toen nog niet. Of die werd toen beter in het dorpje verwerkt. Maar ja, er is hier gewoon nog heel veel puin als het ware. Ik vind persoonlijk dat dit een heel tof gebiedje is geworden. Het is qua ruïnes toch wel duidelijk dezelfde ruïnes als we in Fenrin hebben. Maar we hebben natuurlijk andere materialen gebruikt hier. Waardoor het toch weer een soort van andere stijl aangeeft. En ik wilde gewoon toch wel iets anders proberen. Het is ook een beetje geïnspireerd door de Sun Warriors van Avatar. Qua tempels, qua bouwstijl. En ja, ik ben persoonlijk wel blij mee. Ik heb deze zelf gebouwd. Die tempel daar, die had erop gebouwd. En de rest van de... Rob heeft het marktplaatsje gebouwd. En de rest van de dingen heb ik allemaal neergegooid. Hierzo. Deze is uit een van de sets die we al eerder hadden gebruikt. Ja, en die had ik net al gezegd. Die zat dus bij de tree pack die we gebruiken. Ja, en hier heb je dus ook nog teken van de piraten die een klein kampje hebben gemaakt. Kortom, ze gebruiken deze plek gewoon eigenlijk als een soort basis. Dit is dus vanuit waar de piraten eigenlijk opereren op dit moment. Ze hebben nog wel een paar andere kampjes hier en daar. Maar we hebben dus in ieder geval ook deze hele oude tempel waar je deze standbeelden aantreft. Je ziet dat het een beetje al overgroeid is. Flink veel scheuren zitten er al in de tempel. En ja, het is niet meer zo mooi als het waarschijnlijk ooit is geweest. Ook deze trap heeft hier en daar gaten. Ja, dit patroontje zie je ook overal doorgaan. De plantjes die hier groeien.
Heel erg één met de natuur. Het was ook heel erg interessant om een ruïne te bouwen hier zo in de savanne. Want de andere ruïnes die wij op Fenrir hebben zitten natuurlijk midden in de jungle. Waardoor ja, het toch wat makkelijker is om het ruïne te maken. Want je gooit gewoon heel hoop bladeren ook nog overheen. Nou, dat kon hier dus niet echt. Want ja, dat past niet echt bij de sfeer. Want het zit in de savanne. Hier heb je dus ook nog de koepel bovenop deze tempel. En dan kijk je eigenlijk uit over een heel deel van de savanne. Dan zijn er nog twee stukjes die ik voor de rest wil laten zien. Er is namelijk hiernaast al een klein stukje jungle af. Voor de rest moet er nog veel meer jungle gelandscaped worden. Maar er zit hier dus naast nog een klein stukje jungle wat al wel af is. Waar ook een paar van deze bekende landpilaren in zitten. Dit komt eigenlijk voor de rest niet echt terug op het landschap. Want eerst wilde ik dat op meer plekken doen. Maar vond ik toch niet helemaal op zijn plaats. Dus heb ik het eigenlijk alleen maar in dit stukje bos gedaan. Maar ja, hier heb je gewoon weer een hele toffe jungle zitten. Waar ja, de piraten waarschijnlijk ook wel zich in vergeven om, I don't know, te jagen. Hier halen ze hun papegaaitjes vandaan als ze een nieuwe papegaai willen of zo. En dit is eigenlijk zit gewoon in het deel van de rivierdelta. Daarom is dit nog wel jungle. En zoals je daar ziet, daar ben ik nog bezig met nieuwe jungle aanbouwen. Daar zitten een paar kliffen en ja, er zit nog wel een heel vet gebied wat er nog, waar ik nog mee bezig ben op het moment dat ik deze video opneem. Dus dat zien jullie hopelijk dan binnenkort weer. Het is in ieder geval heel erg tof om weer wat extra land te hebben. En dat vet te kunnen aanpassen voor de storylines. Dus zeker Elifteria en Fenrir storylines in de gaten houden. Nou, hier heb je nog zo'n half omgevallen blokkade. En je hebt gewoon heel die jungle hier. Geeft weer een heel vette sfeer aan dit landschap. Dit is dus een beetje een combinatie van zowel savanne, heel veel savanne. En hier en daar dus wat jungle. En hier zo staat een van de toch wel key points. Is ook al in de aflevering geweest. Het is een schedel. Ik heb hem niet zelf gebouwd. Is gewoon een schematic die ik heb gebruikt hiervoor. Maar ik vind hem wel heel erg tof dat de piraten dit hebben gebouwd. Als teken van dit is ons eiland. Als je hier komt, dan staat een doodje te wachten. Dat is een beetje het idee achter deze reusachtige schedels. Dus dat is door de piraten hier gebouwd en neergezet om mensen eigenlijk te verdrijven. Nou, dan zie je dit stukje van de jungle. Je ziet hier ook mooi de rivierdelta. Daar is een rivier en aan deze kant zit ook een rivier voordat het overgaat in de savanne. Dus er zitten heel veel rivieren in dit land. En ja, jullie gaan er dus hopelijk binnenkort ook langzaam steeds meer van zien. Want ik ben dus druk bezig met dit landscapen. Om gewoon ja, een tof, nieuw, uniek landschap te maken. Het was natuurlijk, dit is natuurlijk een best wel groot deel een stuk land in Tordisti. Waar ja, de komende tijd best wel veel gaat gebeuren qua storyline. Dus, want het komt een grote rol in Elifteria storyline, in de Fenrir storyline, in de Broederschap storyline. Daar zul je allemaal dingen van terugzien. Want dit is waar de piraten op dit moment eigenlijk zich verschuilen. En dit is ook waar bijvoorbeeld, als je naar de storyline kijkt, waren er natuurlijk ook Elifterianen die niet meteen blij waren met de aankomst van Fenrir. Die zijn hier ook naartoe gegaan om dus die piraten en die rovers te steunen en zich bij zich te voegen. Dus dat is eigenlijk waar ze zich achterhouden. We gaan nog even een klein stukje van de savanne bekijken. Je hebt hier bijvoorbeeld ook nog een heel stuk savanne. Ja, er is niet veel te zien. Dus, ja, je hebt af en toe bomen. Je hebt hier dan een net klein wat hoger stukje dat je een klein beetje klif hebt hier. En dan heb je hier weer een stukje kustlijn. Heb je hier weer wat heuveltjes. Je hebt hier nog meer rivieren. Want zoals ik al zei, best veel rivieren. Dit is nog best wel een interessant stukje. Hier is ook een klein piratenkampje zoals je kan zien. En weer een schedel. Deze is een beetje weggezakt al. Maar dit is wel ook van een van mijn favoriete plekjes. Nog een van de schepen uit de vloot van de piraten. Die hier is gezonken helaas. Helaas is neergekomen. Aangespoeld ook een beetje. En ja, je hebt hier gewoon nog een stukje van de rivierdelta. En dat gaat steeds zo verder. We gaan nog niet te ver kijken, want ik wil nog een paar dingetjes natuurlijk wel speciaal houden. Een verrassing houden voor volgende afleveringen. Maar laat het in ieder geval weten als jullie hyped zijn over wat er hier allemaal wordt gebouwd. Of jullie tof vinden wat er tot nu toe is. Hier de ruïnes op dit eiland. En ja, de paar piraten dingetjes die er nu al zijn. Laat het vooral eventjes weten in de reacties hier beneden. En natuurlijk, laat het ook vooral eventjes merken door een duimpje omhoog te doen als je dit tof vond. Vergeet niet te abonneren op Edeldier als je meer wilt zien van Kingdom. En veel, veel andere dingen. Dus ja, doe dat zeker. En dan zoals altijd zeg ik natuurlijk, join de Walvissa. En tot doei!